Hein van Eek, drie hele belangrijke punten. Ja, nee, vooral als je strijdt om degradatie zijn iedere punten die je haalt welkom. En zeker als je dat tegen een directe concurrent doet, hè, want ze stonden op gelijk aantal punten. En die zetten we nu op drie. En de uitslagen zijn zo gunstig allemaal dat je ook wegloopt bij een aantal anderen. Ja, jij kwam al redelijk snel op voorsprong in de 9 minuten. Een prachtige goal van Boris Zanoli. En toen leek er eigenlijk nog geen veldje aan de lucht. Nee, maar ik moet wel zeggen dat wij niet echt heel goed voetbalden. En dat de RKV ons ook wel een beetje verraste, de manier waarop zij speelden. Speelden met hoog druk ook. En we konden onze opbouw die we normaal te doen, die konden we niet echt goed blootleggen. Dat er vooral de ruimte aan de zijkant lagen in de opbouw. Maar ja, dan is het wel lekker dat Boris, die twee weken geleden was hij nog doodziek. Had hij een week lang niet mee kunnen trainen, zelfs op zondag niet mee kunnen komen. En deze week had hij voor het eerst weer getraind na een week ziek zijn geweest en na een blessure, langdurige blessure. En dat is wel lekker als hij zo ervoor komt. Dus een echte buitenspeler die naar binnen komt en voor zijn tegenstander komt. Mooi doelpunt, ja. Dan kom je vlak voor rust op 2-0. Lijkt het een mooie ruststand te zijn. En dan worden toch nog die tegengoal gescoord in zo'n beetje de laatste minuut van de eerste helft. Ja, in die fase vond ik dat de RKVV wat minder speelde ook. Minder druk. En we controleerden de wedstrijd. Nou, dan maak je 2-0. En dan heb je nog 4, 5 minuten te gaan. Dan denk je dat het wel goed komt. Maar de linie ziet misschien niet zo ver uit elkaar. Ik denk, we hadden 2, 3 schakelmomenten in balbezit dat de verkeerde keuze maakte. Als we heel simpel voetballen, dan kan je gewoon op balbezit die 4, 5 minuten uitspelen. En dat deed ze niet goed. En ja, we staan niet goed bij die goal. Nee, dat klopt. Ja. Dan gaan we naar de tweede helft en dan krijgen we die botsing met Niklas. Ja, dat was echt schrikken. Ja, dat was heel erg schrikken. Want ja. Ik denk dat iedereen keek naar de bal, maar wij keken naar Niklas. En die viel echt als een zak aardappelen, viel die neer. En ik zag van een afstand zijn ogen al draaien ook. Hij was er gelukkig snel bij. De fysio van tegenstander ook, die was er ook heel snel bij. En toen hij bij kwam, na een aantal seconden, toen raakte hij in paniek ook. Ja. Omdat bleek dat zijn vader vertelde dat hij dit al eerder had meegemaakt een keer. Dus hij schrok gewoon van de situatie. Maar gelukkig alle medewerking van het trio, maar zeker ook van de tegenstander die daarin ook aangaf van joh, willen jullie wel verder voetballen? We hebben alle begrip voor wat jullie ook kiezen. Dus ik vond dat een erg fair play. Als ik het dan vergelijk met vorige week. Mijn complimenten naar RKVV. Ja, die deel ik. Want dat was ook duidelijk te zien. Ze kwamen aan met jassen en alles om te helpen. Maar dan heb je dus inderdaad de discussie. Ga je dan door of ga je niet door? Ja, nou, ik heb die jongens naar binnen gehaald. We hebben met Thijs natuurlijk een aantal maanden geleden precies hetzelfde gehad. Dat hij ook helemaal oud was. En een zware hersenschudding eraan over heeft gehouden. Maar die gasten zeiden en masse dat ze per se door wilden. Nou, scheidsrechter moet eigenlijk zich houden aan volgens mij een half uur. Hij zegt maar op die paar minuten ga ik niet kijken. Met dank aan alle medewerking van allen. Ja, want het spel ligt ruim een half uur stil. En dan moet je verder met zo'n incident. Dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Ja, maar we hebben die gasten ook voorgehouden dat Niklas absoluut bij was. Dat hij zelfs grapjes maakte. Hij bood zijn excuses aan zelfs dat hij het spel had opgehouden. En hij voelde alles. Hij had alleen onwijs koppijn en hij was duizelig. Dus dat alle schijn is ervan dat het gelukkig misschien alleen bij een... Ja, het is natuurlijk ernstig, maar dat er niks anders aan de hand is. Maar onderzoek moet nog uitwijzen. Maar de jongens wilden per se verder en dat hebben ze laten zien ook volgens mij. Ja, en dan is het in de laatste minuut nog een beetje billen knijpen. Alhoewel in de blessure de bal regelmatig aan de andere kant was. Ja, nou, ik denk dat we de fut er een beetje uit was bij de tegenstander ook trouwens. Zij hebben nog... Ik denk 2 grote kansen gehad op 2-2. Eentje voorlangs en eentje die Tim heel goed pakt. Ik denk dat wij de grootste kans hebben gehad op 3-1. 3 keer voor open doel. Maar 2-1 is een mooie uitslag. Ja. 3 belangrijke punten en op naar lijstbehoud. Ja, nee, absoluut. En volgende week zaterdag spelen we natuurlijk uit. Dus daar kunnen we het eigenlijk al bewerkstelligen.